Voor de Partij van de Arbeid 14 zetels. Voor Leefbaar Rotterdam 14 zetels. Nog ruim 2 maanden en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Naast 3 oudere partijen doet er dit jaar ook weer een moslimpartij mee, NIDA. NIDA is een Arabisch woord wat oproep of stem betekent. Volgens NIDA bemoeit de politiek zich veel te veel met de Rotterdammers. De politiek wil bepalen waar je wel of niet mag werken als je een hoofddoek draagt. De politiek wil bepalen waar je wel of niet mag wonen als je een bepaald inkomen hebt. Politiek wil bepalen wanneer je er wel of niet bij hoort. En er is een ander probleem dat volgens NIDA moet worden aangepakt. We moeten gewoon islamofobie onderkennen. Discriminatie en racisme is ook aan de orde van de dag. 4 jaar geleden deed er ook al een moslimpartij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen hier in Rotterdam. De partij hadden toen te weinig stemmen voor een zetel. Maar NIDA lijkt toch wel een ander soort beweging. Er zijn heel veel jongeren bij betrokken en de partij lijkt goed georganiseerd. Zini Osdiel is maatschappijhistoricus aan de Erasmus Universiteit. Volgens hem kan NIDA een grote groep jongeren trekken met ouders uit bijvoorbeeld Marokko en Turkije. Die jongeren zien dat niemand in die gevestigde partijen hun problemen aankaart en er iets tegen wil doen. Daar ligt dus een politiek gat. Veel van die jongeren gaan niet eens meer stemmen of ze hebben dat überhaupt nooit gedaan. Bovendien hebben de allochtonen bij de gevestigde partijen de verwachtingen de afgelopen jaren niet waargemaakt. Ze geloven niet meer in die allochtone politici, de generatie van hun ouders die daar maar zitten, geld te vangen en al die gesubsidieerde beroepsallochtone clubs, zoals ze dat noemen, geloven ze allemaal niet meer in. Maar als jij als nieuwe partij hen toch dat geloof weet te brengen en te zeggen van jongens, wij gaan nu echt voor jullie belangen aan de slag. Als dat lukt, dan heb je echt een soort van electorale explosie bijna in de grote steden. Nog 2 maanden heeft NIDA om campagne te voeren. De kiezer zal op 19 maart bepalen of de moslimpartij in de gemeenteraad komt. Wij hopen op minstens 1 zetel en denken zelfs meer.